Nou, hallo. Ik ben Femke en dit is Lianne. En wij willen later samen juf worden op dezelfde school. Ik ga dan op donderdag en vrijdag. En Femke gaat op maandag, dinsdag en woensdag. En dan gaan we lesgeven. Femke wil graag in groep 8, dat weten we nog niet zeker. En ik wil graag in groep 5, dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Ja, nou, als ik dan vrije tijd heb, als ik dan niet hoef te werken, wil ik graag fotograaf worden in mijn eigen huis. Nou, wil jij nog wat zeggen? Nou, als ik dan vrije tijd heb, dan ga ik of in groep 5 werken of ik ga gewoon thuis lekker met vriendinnen afspreken of zo. Want dat vind ik dan waarschijnlijk nog steeds wel heel gezellig. En heb je ook een beeld van waar je wilt wonen, op een boerderij of zo? Nou ja, het leek me vroeger heel leuk om op een boerderij te wonen. Maar nu heb ik zoiets van als ik in een groot huis woon en een beetje afstand van iedereen, dan vind ik dat ook wel best. Maar niet in een rijtjeshuis, denk ik. Dat vind ik een beetje dicht bij elkaar gezet, zeg maar. Nou, we gaan nu dus naar het Bevo-lokaal. Ga ik je laten zien hoe dat er een beetje uitziet. Ik heb ook iets wat ik heel leuk vind, dat is schilderen, maar ik kan het niet. Nou, klaar. Oh, dat vind ik altijd zo leuk om op het bord te zitten. Nou, dan ongeveer daar wordt les gegeven als het gaat om tekeningen en zo. We zijn pas bezig geweest met je gezicht ingipsen. Dat was heel leuk. We moeten er nog mee verder, want we zijn niet helemaal klaar. Maar je ziet er hier een paar liggen. Het was echt heel leuk om te doen. Het was weer een nieuwe ervaring. Weer naar de kluisjes. Want daar heb je allemaal muurschilderingen. En dat willen wij toch even laten zien, omdat we het best wel interessant vinden en mooi vinden hoe die mensen dat hebben gedaan. Nou, hier begint het al een beetje. Ze slaan hier ook dingen op, zoals je ziet. Ja? Oh, ik zat niet op te letten. En nou, als je ziet, zijn hier ook dingen op de muur getekend. Lijkt me heel gaaf als ik dat ook een keer mag doen. En we gaan nu richting de fietsenstalling. Waar, daar zie je waar wij onze fietsen neerzetten. Het is hier koud en het stinkt een beetje naar regen. Een beetje duf. En ik ben er liever niet zo graag, want ik vind de schilderingen hier niet zo mooi en een beetje beangstigend.